Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar de allereerste vakantievlog. Ik ben zoals jullie zien nu alleen, maar Bozer eigenlijk ook. Alleen hij is eventjes eten aan het halen, omdat we zo weg moeten. Want we gaan naar mijn vader die in Loosdrecht woont. En dan gaan we vannacht om 4 uur gaan we richting Frankrijk. Nou, zoals jullie kunnen zien moet ik mijn tas nog inpakken. Bo heeft wel al netjes al zijn spullen ingepakt. Maar ik nog niet. Dus dat moet ik even gaan doen. Ik heb trouwens ook een nieuwe camera. Het is de Canon G7 X Mark II. Is een prima ding. En dan heb ik ook nog, scherp, mijn GoPro. En natuurlijk deze camera. Ik film trouwens nu niet met die, omdat ik hem net nieuw heb en hij moet nog opladen. Maar dat was het wel ongeveer. Ja, ik moet nu inpakken, dus daar zien jullie even een korte timelapse van. Zoals je ziet is Boer inmiddels. En ik ben ongeveer klaar met mijn tas. Maar ik maak het nu nog eventjes snel af. En daarna gaan we eten en dan gaan we weg. Let's go. Yo, welkom. We zijn nu bij Loosdrecht aangekomen. Family in the back. En we gaan eigenlijk nu slapen. Het is nu 10 uur ongeveer. Maar we gaan ongeveer om 4 uur weg. Ja. Dus we moeten best vroeg op. Maar dan moeten we denk ja, precies, ik... Hoe lang, pap, hoe lang duurt het? Rijden? 12 uur. Het duurt 12 uur rijden en dus dan zijn we echt bij echt. Ik zweer, daar was ik vorig jaar. Dat was niet de camping waar ik zat, maar daar zijn we langs gekomen met kanoën. En die rotsen die waren echt 16 meter hoog of zo. Dus het wordt wel echt heel ziek. Maar we moeten echt onder slapen, anders kunnen we helemaal niks. Goedemorgen, het is echt 5:10. Dus het is voor ons heel vroeg. Maar we gaan nu bijna weg. We zijn nu even onze spullen aan het pakken. En dan gaan we de camper in en dan gaan we op weg naar Frankrijk. We hebben wel nog steeds zin in, alleen het is vroeg, dus dan ben je niet zo overenthousiast. Dan gaan we nu naar de camper. Mensen, we zijn nu zo ongeveer in België. Ja, we zijn in België in ieder geval. We zijn denk ik 3-4 uur onderweg, misschien iets korter. Ja, zoiets. Maar we waren ongeveer uiteindelijk om 6 uur vertrokken en het is nu. Nee, we waren om 5 uur vertrokken. Ja, oké, nou 5:30. 5 uur. Oké, 5 uur. Maar we zijn nu dus in België en hier is echt best wel mooi landschap. We moeten nog best lang, we moeten nog denk ik 8 uur of zo. Maar we gaan het niet in één keer rijden. Want dat redden we makkelijk trouwens. Maar het is dat we pas op zondag op de camping kunnen. Hij viel bijna. Ik ga waarschijnlijk ook bijna vallen. Maar we kunnen pas op zondag op de camping. Waarom rijden we nu dan al? Maar we gingen eerder weg. Waarom? Dat het leuk is. Want nu gaan we ergens tussendoor stoppen. We zijn trouwens met de camper, maar wij slapen in een tentje en de rest slaapt in de camper. Ik doe even één flipje, ja? Wauw! Zal ik ook een flip doen? Ja. Ik doe ook een flip. Nu moet je ook een flippie doen. Oh, die was wel nice. Oké. Ga zat hier vanaf. Wauw. Doe die door naar Arabie back full. Gooi front Arabie back full. Oké, dit is het meest best spannend, maar ik kan het wel. Ja, door. Lekker. Ja. Oké, jongens, we krijgen vaak comments of een tutorial kunnen doen over een trick.
Dus laat weten welke trick jij graag wilt leren. En dan kijken we welke trick het meest wordt aangevraagd. En daar gaan we dan een tutorial over maken, oké? Dus laat het weten. Nice. We zijn nu heel eventjes gestopt voor een eventjes korte tankpauze. Maar het is altijd zo chill als je dan echt heel lang in de auto hebt gezeten. Of in dit geval in de camper. En je kan dan lekker je benen uitstrekken. Voelt zo chill. We moeten nu nog 6 uur en 51 minuten. Maar we weten gewoon nog niet zeker. Misschien gaan we wel in één keer door. Dat kan makkelijk, want het is pas 11 uur. Dus dan komen we er rond 5 uur uit aan ongeveer. Ik wil jullie wat vertellen, kom eens even mee. Kom eens even mee. Wij hebben hier in Frankrijk hebben gewoon een nieuwe sponsor gevonden. Kijk eens. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat bij jou verlucht? Red Bull. Batman. Als je gesponsord wordt door Red Bull, dan ben je echt pro. Dan ben je gewoon ziek. Red Bull kunnen dit. Ik kan dat ook. Nice. Hij is niet meer overbelicht. Ja, ga je doen. Op blote op sokken, dat doet best pijn. Nu barefoot, doe ik. Barefoot. Nu doe ik. Maar weet je wat een beetje kut is? Ik zeg maar, daar zijn natuurlijk rotsen en dan kunnen we dat filmen. Echt waar? Met GoPro. Maar het hoesje. Mijn waterhoesje is kapot. En ik had van die dingetjes besteld bij bol.com en normaal komt dan binnen 1 of 2 dagen. Maar ze moest het bij een andere winkel halen, dus ze hadden een mailtje gestuurd dat ik niet op tijd kreeg. En toen was ik gefuckt. Dus nu moeten we kijken of we in Frankrijk dat kunnen halen. En als we dat niet kunnen halen, dan hebben we dus gewoon geen beelden bij het water. En dat is heel jammer, want deze camera ga ik niet meenemen. Omdat je moet er zwemmend heen naar die rotsen. En ja, ik heb deze camera net nieuw, is best logisch. Dat ga ik ook niet in een buurt van water doen. Je hebt de spot gezien. Het gaat pijn. Ja, dit gaat echt pijn doen. Ik ga je inderdaad zwemmen. Lekker man, bro. Wacht. Nice. Wow, shit, bro. We hebben weer even een korte pauze. We gaan even wat eten. Maar dat moet eerst klaargemaakt worden, want we gaan soep eten. Tomatensoep. Dus we zijn hier nu eventjes gewoon benen uitstrekken, net zoals net. Het is echt heel warm. Ja, vanochtend had ik het gewoon koud en nu is het echt 30 graden. Dat betekent gewoon, hier zijn jullie. Wat is dit? Het is een kaart. Ja. En daar zijn wij. Daarbij dat dingetje. Jullie hier staat, zijn vous hier. Zitten ici. Dat zegt gewoon letterlijk. En wacht, daar is Parijs. En wij zijn daar. Waar moeten we eigenlijk naartoe? En we gaan hier nog meer daarin. Oh, we gaan aan de andere kant staan, dan gaan we elkaar horen. Hoi. Oma, ik ga dat gewoon doen. Zie de flip. Zie de flip over het hekje. Ja, go. Oh. Dat nice. Chill. Dat echt heel chill. Ja, dit is heel zacht. Nu ga ik. Raakt hij hem nou? Oh echt? Maar dat was de ik raakte hem omdat ik tukte te laat. Ah, shit man. Weet je wat me nou leuk lijkt? Als je gewoon in mijn schoenen springt. Ik kan het wel. Ja? Ja, zal ik het doen? Ik krijg wel even iets meer uit elkaar. Ga maar. Dan land ik erop. Ah. Wel bijna. Lekker man. Als jij een hypercork gooit, dan doe ik een kork. Hyper? Ja. Lukt.
dan wel pret. Lekker man. Easy. Wat? Ja? Gooi die? Ah, hij is ziek man. Try outside. Kijk, we doen een stempers. Ja, voordat dat ik dubbel voor moet doen. En meestal moet allebei flikvlak voelen. Allebei hebben dat echt heel chill. Waarom verlies jij altijd? Nice. Kapot clean. Nu moet ik. En ik weet niet of het me lukt. Ja. Oké, ik ga nu frontflip, Arabier, flikvlak, dubbel voet. Beast mode overload, dansje. Oh. Het is altijd chill als je met bijvoorbeeld met z'n tweeën bent, want we dagen elkaar bijvoorbeeld uit, weet je wel, met steenpierschaar. Met dingen die we eigenlijk nog niet helemaal zeker van zijn. Dus dat is wel leuk. Altijd. Yep, zeker. En daar word je ook beter van. Want ik had scootpool nog nooit gedaan, dat heb ik wel zelf gedaan. Maar cork, dat is niet echt een trick die ik zomaar gooi. Daar moet ik wel meestal... Huid voor zijn. Ja, inderdaad. En die flikvlak backflip had ik nog nooit gedaan. Dus. Oké, dat is wel chill. We hebben net een paar foto's gemaakt daar bij die boom en hier. Wil je die foto's nou zien? Dan volg ons eventjes op Insta. Hier staat mijne. En hier daar staat mijne. Vibambo. Ze staan ook trouwens onder in de beschrijving. Hoef je alleen maar te klikken. En yes. Dan ben je gewoon meteen op onze pagina. En op Insta kondigen we ook vaak dingen aan. Vooral op Tentum. Dat heeft te maken met Tentum. En op ons eigen heeft te maken met ons meestal. Precies. Dus volg ons zeker als je echt helemaal up-to-date wilt zijn. Yes. En volg ook Rutger. Die staat ook gewoon beneden. Ja. Jongens, we gaan nog anderhalf uur rijden. En dan gaan we volgens onze grote heer gaan we van de weg af. En dan gaan we rusten bij een... Camping. En dan gaan we de volgende ochtend gaan we weer verder rijden. Dat is nog zo'n 3,5 uur. En dan zijn we echt bij de camping waar we echt 2 weken blijven slapen. Verblijven. Let's go. 2 weken blijven slapen. Ja, dat zeg ik altijd. Heerlijk. We hebben dus een plek kunnen krijgen op deze camping. We gaan nu alles uitpakken. Tent opzetten. En daarna gaan we denk ik even vrieren op het gras. Het is echt heel chill gras. En ja, let's go. Oké, hij is zo goed als klaar, zoals je kan zien. Moet alleen nog een paar dingetjes veranderen, want we hebben te weinig haringen. Dus we moeten even kijken of we die van de andere tent kunnen pakken. Maar dan is hij klaar. Hij is klaar! Wow. Maar nog een keertje voor de mensen die zich afvragen of we gaan natuurlijk niet alleen vrieren doen. Wel, we proberen bijna elke vlog iets met vrieren te doen. Yes, maar we gaan ook bijvoorbeeld sportgerelateerd doen, dingen doen zoals kanoën. Misschien iets anders, snorkelen of zo, weet ik veel. Ja, maar ook avontuur, dus gewoon exploren en zo. Maar we hopen het nog steeds leuk te houden voor jullie. Want daar doen we het natuurlijk voor, dat jullie het leuk vinden. Maar het gaat zeker lukken. Meer heb ik niet te zeggen. En ik denk dat ik hiermee ook wel de vlog eindig van de eerste dag in Frankrijk. We zijn dus nu op een... Even voor duidelijkheid nog. We zijn dus nu op een camping waar we even tussen stop hebben. En morgen gaan we dan de laatste paar uurtjes rijden. Dat zijn er nog 4 naar de Ardèche. Dus naar ook onze camping. Yep. En dan zitten we daar vast 2 weken. En dat gaan we dan filmen. Ja, zeker. Maar vast 2 weken. Vergeet, als je zin hebt in deze 2 weken van vlogs, laat dan een like achter. Vergeet ook niet te abonneren, te delen en ons allemaal te volgen op social media. En dan zie ik jullie morgen bij de nieuwe vlog.